Ronald, gefeliciteerd. Tevreden? Ja, het was een rare dag. De serie ging gewoon goed. Gewoon ja, relatief rustig aan. Ik bedoel, niet alles eruit. Ik had één setje wielen voor vanavond bewaard en die kon ik mooi gebruiken nu. Maar toen moest ik herstarten. Maar ja, we hebben gewoon goed gereden. Dit is by far de snelste tijd die ik hier heb gereden. Dus op het goede moment en blij met de medaille. Was je nog heel eventjes te wachten? Heb je dan nog hoop dat er niemand onderdoor gaat? Ja, om heel eerlijk te zijn. Simon Albrecht die is nu tweede jaar senior. Eigenlijk vanaf zijn juniorentijd was hij al sneller als de senioren. Dus het is eigenlijk zaken van dichterbij te komen. En ik moet zeggen, ja, hij slaat gewoon weer een gat. Hij is bliksemsnel. En, maar goed, één als het nu gehad. Ik blijf gewoon gaan voor natuurlijk een titel of in ieder geval het hoogst haalbare. Heb je net ingehouden omdat het toch ging miseren? Nee, helemaal niet. Ik zag wel dat het nat was de baan. Weet je, als je moet, dan moet je. En dan is er gewoon een knop om en dan ga je er gewoon voor. Ik reed 700ste nu weer sneller. Dat je gelukkig hield het dan nog even aan de regen, want ik had daardoor toch een uur rust. Ja, die systemen moeten gewoon weer bijkomen. Ik was blij dat ik nou voor deze tijd kreeg en ja, iedereen zegt dan wel jammer, maar ik was al lang weer bezig met deze en ja, ik denk toch dat zo moet je ook bezig zijn met je sport en ja, ik ben blij dat het nou voor wel gelukt om ook sneller te gaan en wat ik zei, het zijn mijn snelste tijden ooit hier, dus ik kan niet ontevreden zijn. Want je moest het zelf aangeven, het gaat regenen toch, anders was je meteen vertrokken. Ja, dus hulpstarter die wilde gewoon gaan. Ik zei nou, ik heb hier vaker getraind, ik zei met een paar druppies wil je echt niet gaan, want dan is het gewoon meteen glad. En, ja, vervolgens ging ik rondjes rijden in het begin van het rechte stuk, zodat hij me gewoon geen contact met mij kon maken. Een beetje flauw misschien, maar ik denk, ik ga echt niet in de regen starten. En toch voluit daarna? Nee, wat ik zeg, dan moet de knop om en dan ga je. Je hebt ook een kleine supporter erbij nu. Heel klein supportertje, ja. Ja, leuk. Ja, goed, hij zal er weinig van meekrijgen hoor, hij ligt in die bak. Dus, nee, maar het is super. Kijk, je bent er zo even een paar dagen van huis en het is mooi dat ze er zijn.